Wat zit er standaard in mijn chuckbox? Ik heb hier een tafel, natuurlijk borden. Die zijn er 5. Diepe borden. Want ja, ik heb ook een bever en een welp. Afwasbare rietjes, een soeplepel, sporks. Een schiller, een zuurlepel, een aardappellepel, een gewone lepel. Ja, een broodmes, 2 plastic lepels, 4 kleine lepels, 4 messen, 4 lepels, 4 vorken. Een stop voor als je de was wil doen. Een naaisetje, en daar heb ik ook, daar kun je in Frankrijk wagentjes van je rits kopen om het opnieuw op te zetten. Dus er zit een kleintje en een grote in. Om dat ook te repareren. Foliedekens. Nou, hier zit lucifers in. Het is eigenlijk zo'n bakje waar normaal boren of vrees in zitten, hebben gezeten. Zie je, daar zit lucifers in. Een zakje zit schuursponsje in. Verschillende maten bakjes. Dat heb ik ook van deze en die, maar die heb ik ook nog in allerlei andere maten. Een maatbeker. Natuurlijk een blikopener. Bolletje touw. Dan weten jullie gelijk wie ik ben. Mooie beker. Maar die gebruik ik bij scouting ook gewoon. Flesje voor de olie. Gewoon wat pruteltjes. Nou, ja, dit krijg je wel eens bij ijsjes en noem maar op. Soms is het wel makkelijk dat je van die dingen hebt. 4 snijplankjes. En dan heb ik ook nog een kunststof snijplankje. Dat heb ik even vergeten erbij te liggen. Het zal nog in de vaat zitten. Mijn koffie kan. Een thermometer. Ideaal. Kun je zien hoe koud de koelbox is of buiten is. 2 scherpe messen met hoes. Een kurkentrekker. Een zakmes. Dit is gasvulling. Wat schrijfgerei. Waterpas om een chuckbox op te zetten. Ja, dit is een muntje wat ik gevonden heb. Volgens mij is het een ouderwets toesmuntje. Spatels. Een schaar. Kleine lepels. Ik ben Hollander, dus ja, geen Hollander, ik ben Nederlander. Een kaasschaaf. Een kwastje. Een mesje. Een houten tangetje, ideaal om dingen te pakken. Ga je barbecue of andere dingen doen. Een spatel in strakke vorm met staal. Pollepel, nog een pollepel. En deze heb ik dus vakantie gekregen. Een betere gadde. Ik zal even een pannetje erbij pakken. En waarom is die beter? Hij is niet alleen van hout. Als je deze doet, dan doet hij dit. En deze blijft er lekker in. En past ook bij de rest. Dus die gaat eruit. Theesteelpannetjes. Die kun je zo vastklikken. Ik hou ervan dat handvaten aan een pan vastzitten. Niet die losse dingen, die kunnen losschieten. Veel ongelukken mee gezien. Mijn fluitketel. Die kun je in elkaar drukken. Ondanks dat, ik ga die prima op een benzine koken. Of een stoof, hoe je dat wil noemen. Een koekenpan. Kun je gewoon pannenkoeken inbakken. Laat ik nog wel een keer zien de truc. Pan moet je inbranden. Deksels. Nou, grote pan. Hier zitten gewoon de handvaten weer vast.
glazen, bekers, bakjes, iets tegen de vliegen en dan zijn we weer rond. En dat moet allemaal in mijn chipbox passen. Nou, zoals je ziet, het past er allemaal in. Het is niet helemaal perfect ingepakt, want het gaat in opslag. Tot het weer gebruikt wordt en dan kun je beter inpakken en nog andere dingen in zitten. De koffiekan zit erin. Deze gaat er niet in, want daar heb ik een hele mooie voor. Dat doet het ook veel beter voor zo'n stalen dan zo'n kunststof ding. Pannen, alles zit erin eigenlijk. En hier zit ook alles in. De sponsjes op een pad, die gaan vaak in de tas mee. Hier gaan vaak kruiden en andere dingen in. En dan is dit even een rommeltje, maar dat geeft niet. Ik heb nog wel wat ideeën om wat aanpassingen te doen. Maar dat komt dus vanzelf. En Haartje zal zeggen, ik ga aan de koffie. En tot de volgende vlog.